wedstrijdje, Bram Brugge. Ja, hoe bereidt u zich voor op zo'n match? Ja. Nou, ik heb hem ook toch. Ik wel met boekjes, hè. Boekjes. Dus je hebt wel de avond van tevoren studeren? Nou, ik heb dit een week van tevoren gedaan. Als u de kansen moet schatten, in procent, hoeveel kans geeft u zelf van? 99%. Tot zover de uitspraken gedaan op donderdagmiddag. Het is intussen zaterdagmiddag, even na vier. En als u, zoals u ongetwijfeld gehoord zult hebben, heeft Hans Rhee Tweekamp gewonnen. Meneer Rhee, hoe voelt u zich? Tevreden. Nou, het is goed dat ik 99% kans heb gezegd. Hè? Ja, je ziet, je moet er gewoon alle mogelijkheden rekening houden. Hè? Net dat ene procent is er nou uitgekomen. Ja, dat is... Hoe voelt u zich op dit moment? Nou, ja, dat zijn gevoelens die zijn niet in fatsoenlijke woorden weer te geven. Dat is, Doet u toch eens een poging? Nee. Nee, dat zal ik niet doen. Nee. Eerst van Hans Rhee zegt dat hij een wat middelmatig schaker is. Dat vindt u nog steeds? Nou, dat is me lelijk tegengevallen. Hè. Ik moet zeggen, hij schaakt heel goed. Mag hij nu ook bij interlandwedstrijden het eerste bord vertegenwoordigen? Nou, als hij dat wil, mag hij het, ja.